Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag zijn bij mij te gast Jan-Dirk Immelman, emeritus hoogleraar wijsgerige en historische pedagogie en Jos de Munnik, ja. En jij was ook wijsgerig pedagoog en oud-bestuurder. Correct. Welkom heren. En we gaan het hebben over het boek De Verweesde School, verschenen net voor de zomer. Ja, de verwezen school. Ik moest meteen natuurlijk denken aan Pim Fortuyn, de verwezen samenleving. Toch is de insteek van jullie wel iets anders. Misschien is het netto resultaat wel hetzelfde, wie zal het zeggen. Het is een heel wijds boek. Je kijkt vanuit een cultuurfilosofische blik naar wat er in onze samenleving zich de afgelopen, met name toch decennia heeft voltrokken. Maar je kijkt ook al verder terug dan dat. Maar ook wat er eigenlijk met het onderwijs is misgegaan. En ook of je een terminologie kunt ontwikkelen, zowel om die relatie geloven en weten, en van daaruit ook onderwijs, daar komen we zo nog over te spreken, kunt duiden. En de problemen die zich momenteel mede daardoor voordoen. Ook de veranderende rol van de overheid die eigenlijk ook mede tot, toch wel de misère, als ik zo vrij mag zijn, in het onderwijs heeft geleid. Laat ik beginnen met Jos. Je hebt mij in het kader van dit boek ook geïnterviewd. Deel 2 bestaat ook uit een hele serie gesprekken die jullie gevoerd hebben met mensen in het veld. Het zijn oud-bestuurder, dus je bent ook actief geweest in de wereld van het onderwijs. Je hebt om je heen gekeken. Het is heel duidelijk ook dat sterker, denk ik, van jou die interesse komt naar die relatie bijzonder onderwijs, openbaar onderwijs en ook het eigen recht van dat bijzonder onderwijs. Nou, daar hoeven we wat mij betreft niet al te diep op in te gaan, maar meer toch vanuit wel dat perspectief. Wat was nou de reden om de verwezen school te schrijven voor jou? Er zijn eigenlijk twee verklaringen voor, zal ik zeggen. De eerste is die is persoonlijk van aard. Ik ben ooit bij Jan-Dirk afgestudeerd. Ik denk dat het ruim 40 jaar geleden is ongeveer. Sindsdien heb ik hem nooit meer gezien. Een jaar of twee geleden de stoute schoenen aangetrokken en bij hem op bezoek gegaan. En toen zei hij, zullen we een boek schrijven? Ik zei, dat is prima. Hij had nog een romantisch idee om de oude reuzen op een rijtje te zetten. Toen heb ik nog tegen jou gezegd, dat is mooi. En dan een mooie band eromheen en dan in de kast. En dan is er geen hond die dat leest. Dus laten we het proberen wat breder maatschappelijk in te steken. Dat is één lijn. De andere lijn is natuurlijk vanuit mijn ervaring als bestuurder. Waarbij ik te kampen had, ik denk dat dat de term is, met allerlei externe partijen. Ja. Die een heel duidelijke eigen normativiteit betrachten. Ja, want misschien ook even voor de kijker. Wat bestuurde jij? Ik bestuurde een 18-tal scholen, basisonderwijs in het zuiden van het land. En die externe normativiteiten, dan moet je denken aan inspectie. Maar je moet ook denken aan een administratiekantoor. Met hele rekenkundige invalshoeken. Je moet denken aan ondersteuningsinstituten. Daar had je ooit een landelijke verzorgingsstructuur van. Dat zijn nu allemaal wat commerciëlere partijen geworden. Maar die hadden allemaal hun eigen hele specifieke normativiteit. En de verleiding om daar gehoor aan te geven, althans, dat was mijn beleving, leidde tot een heel diffuus strategisch beleid. Dus wat ik als bestuurder vooral gedaan heb, is eigenlijk een soort strategische defensiviteit ontwikkeld om er geen last van te hebben, om als het ware mijn mensen te beschermen voor al die externe invloeden. Verder in het boek heb ik het ook over modus in de onderwijskundige, onderwijsfilosofische sfeer. Maar om je te richten op je eigen kwaliteit, op je eigen kracht, ben ik gaan investeren in professionalisering. In een vorm van, laat ik zeggen, filosofische toerusting. Mm-hmm. Waarin mensen die erbij konden, die het aankonden, denk aan leidinggevenden met name, om die te oefenen in studie, in het betrachten van relatieve autonomie en het op hun beurt inspireren, toerusten van teams.
En dan moet je die scholen moet je ook niet beschouwen als eilanden. Dan ben je ook op zoek naar, laat ik zeggen, schooloverstijgende, doorsnijdende professionalisering. Ik versta professionalisering als een gesprek waarin je verhoudt tot diverse filosofische bronnen. Ik heb wat leertheoretische kleuren onderscheiden. Natuurlijk moet je de inspectie gerieven met een empiristische invalshoek. De getallen moeten kloppen, de opbrengsten moeten kloppen. Maar je moet ook op zoek naar daar waar betekenisgeving centraler staat. Dus mensen moeten Kadamer lezen, mensen moeten Ricoeur lezen in die sfeer. En vervolgens moeten ze zich verhouden tot de actuele mode van het burgerschap. Hoe sta je daarin? Riekt dat naar staatspedagogiek? Kun je daar dat waar ik aan appelleer, kun je dat daarin kwijt? Of moet je op zoek naar overkoepelende pedagogische doelen, mikkend op zelfsturing, mikkend op reflectie? Ja, dus het moest wel. Ja, dus misschien toch even, als ik jouw verhaal goed beluister, en ik merk natuurlijk ook dat in jullie boek daar de nodige elementen van terugkeren, hè, zoals je nu opent, en dat mag geen verbazing wekken. Je zegt van ja, hoe lang ben je actief als bestuurder trouwens? Even voor de... 20 jaar. Ja, 20 jaar. Maar dat je in ieder geval in die periode heel uitdrukkelijk hebt meegemaakt hoe eigenlijk andere partijen dan, nou ja, de school, ja, hun invloed uitoefenen op hoe jij dat werk doet. Ook wat de mogelijkheden zijn voor jou als bestuurder. Maar, en de weerslag die dat heeft ook, laten we zeggen, op een lespraktijk. Hè? En dat kan variëren tot van de rol van de inspectie tot, wat je zelf ook aangaf, eigenlijk alle bureaus of zelfs administratiekantoren. Neem bijvoorbeeld passend onderwijs. Een gruwel waarin de landkaart opnieuw is ingedeeld in bestuurlijke... Dat wordt eigenlijk op jullie bord gelegd. Ja. Ja. Terwijl je er niet in gelooft, bijvoorbeeld. Of dat je er om gegronde redenen, want jullie zijn er ook heel kritisch op. Zegt dat moet niet, maar het wordt toch bij je neergelegd. Vervolgens moet je met partijen in zee, exact, enzovoort. Ja. Dus dat is heel duidelijk. Ja. En dat de verweesde school wijst natuurlijk ook op een situatie waarin je, ik bedoel, je kiest zo'n woord niet voor niets, waarin je een ervaring hebt dat je er eigenlijk alleen voor staat. Dat je niet beschermd wordt, maar dat je eigenlijk geen ouder hebt. Hè? Dat de overheid niet die beschermende taak heeft, maar eerder, nou ja, bijna saturnaal, alsof hij zijn kinderen aan het bedreigen is. Dus dat is de ervaring eigenlijk van jou. Ik zit in de verdediging. Ja, en als iedereen zich ermee bemoeit, ja, dan is de kern ook verdwenen. Hè? Dan verdampt dat ook. Ja. En als je dan niet zelf eigen koers uitzet, ja, dan ben je echt overgeleverd aan golven. Ik ga naar jouw leermeester, Jan Dirk. Wij hebben al vaker om de tafel gezeten in verschillende vormen. Jij hebt ooit ook voor het ministerie, daar ken ik jouw naam voor het eerst van, een rapport mogen schrijven over het nieuwe leren. Dat was al in de jaren 90. Daar was jij toen vrij kritisch op. Dat rapport is toen in de la van, destijds was het nog Zoetermeer terechtgekomen. Jij hebt besloten om samen met Jos eigenlijk dat landschap van het onderwijs langs die verschillende lijnen in kaart te brengen. Wat was voor jou eigenlijk de belangrijkste reden om het boek in deze vorm het licht te laten zien? In deze vorm, dat wil zeggen in de vorm van deel 1 en deel 2. Ja, deel maar ook met die heel uitdrukkelijke, ook dat levensbeschouwelijke element en die cultuurfilosofische analyse. Nou ja, eigenlijk een oerfilosofische behoefte van mij om het kernbegrip onderwijs weer eens over het voetlicht te proberen te krijgen. Omdat ik het idee heb al jarenlang dat het begrip onderwijs niet meer met de juiste betekenis, met de juiste connotaties geladen is. En dat dat dus invloed heeft op de manier waarop men erover denkt in den brede, ouders, docenten inmiddels, omdat ze opleidingen hebben gevolgd waarin de kern van het begrip onderwijs ook verloren is geraakt. En de politiek, die natuurlijk gedeeltelijk altijd de slippendrager van de tijd is, om iemand te citeren. En daarmee te weinig kritisch besef heeft van wat onderwijs eigenlijk zou moeten inhouden. En onze
subtitel duidt wat mij betreft, of wat ons betreft, op een kernprobleem. Dat er een onder andere een vervaging in de cultuur plaats heeft gevonden die er niet om ligt. Ter zake van het gebruik van woorden als kennis en geloof. Er is een algemeen gevoelen dat ik overal aantref bij mijn kinderen, bij mijn kleinkinderen, in de omgeving waarin zelfs ik verkeer. Om te zeggen, nou ja, dat is allemaal een beetje om het even. Terwijl ik heel duidelijk vind dat onderwijs een absolute onderscheiden is van allerlei andere beïnvloedingstechnieken, zoals indoctrinatie of kinderen aanpassen aan, of noem maar op wat allemaal. En in die zin zijn praktische problematiek, waarbij hij dus kenschetst hoe daar diverse normativiteiten op zijn werk invloed hebben, en dat hij probeert om dat veilig te stellen. Hij probeert dat veilig te stellen op een manier die verwant is aan mijn manier van denken, namelijk het onderwijs moet toch ergens een kern bezitten, en dat waarin het zich onderscheidt van het opvoeden in het gezin en het groot worden in een grote milieu of zo. Het is een aparte provincie, zeg maar. Ja, ja. Nou, jullie schetsen ook de geschiedenis, hè, van het onderwijs. Ook het beroemde leerplan, wat in de loop van de 19e eeuw echt een zwaar stempel heeft gedrukt, ook op de inrichting van het onderwijs. Ja. Ik denk, als we terugkijken naar, laten we zeggen, grote staatsprojecten, dan is toch wel het begin van de 20e eeuw, ik denk, het optuigen van het Nederlandse onderwijs toch wel een prestatie van je welste geweest. Je moet eigenlijk een beetje teruggaan nog. Het onderwijs tot volksonderwijs maken vanuit de Napoleontische tijd, dat is eigenlijk de krachtige geboorte van het onderwijs, in de zin zoals wij het erover hebben. Ja. Maar in ieder geval, dat zou ik zeggen, al 19e eeuw. Maar ik denk dat wat we in de 20e eeuw hebben gezien, in de eerste helft, dat was er natuurlijk echt de kroon op die ontwikkeling. Precies, dat dan de leerplicht komt, is natuurlijk een ongelooflijk revolutionair idee. Om een samenleving te laten bepalen dat een bepaald stuk van de opvoeding van de ouders van hen afgenomen wordt en door de samenleving wordt verzorgd. Dus onder verantwoordelijkheid van die samenleving. Dat is een grandioos, vind ik dat nog steeds. Absoluut. Dat is denk ik heel belangrijk natuurlijk ook, als we het hebben over de emancipatoire werking van het onderwijs. Ja. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja. Maar dan gerealiseerd door de condities eigenlijk met elkaar te creëren waaronder dat kan. De vraag is natuurlijk of dat onder de huidige, in de huidige omstandigheden nog voldoende gebeurt. Er zijn gereden twijfels over, en daarom hebben we het ook over de verwezen school, denk ik. En het is niet voor niets dat een serie als Klasse en zo dan zoveel aandacht krijgt, terwijl eigenlijk de problematiek die eronder ligt ook in zo'n serie nauwelijks aan bod komt. Hè? Ja. Dus dan wordt het alweer heel snel een soort sentimentele zorg van, oh wat erg. En dat is ook erg, maar je moet natuurlijk kijken naar wat gebeurt er in het onderwijs ten diepste. Nou, misschien even een aantal, want het is zo rijk het boek, we kunnen maar een paar lijnen bespreken. Een belangrijk begrip vind ik het concept algemene vorming. Uh-huh. Dat is een algemene vorming waarin je tegelijkertijd een onderscheid maakt tussen de educatio, zoals het haalt, en de eruditio. Ja. Dus de educatio is eigenlijk een veel breder begrip. Je wordt ook al door je ouders gevormd, en door je sportclub, door je peergroup, maar vooral je milieu, zoals we dat dan noemen, waar alle op een impliciete manier allerlei dingen worden geleerd. Maar die eruditio en die algemene vorming, die hangen natuurlijk heel nauw met elkaar samen. En daar hebben we het eigenlijk ook over hoe je als samenleving een volgende generatie in het leven zet. Uh-huh. En in dat kader, en dan noem ik van de vierde term, is voor jullie die notie mondigheid heel belangrijk. Uh-huh. Dus we hebben het over algemene vorming, mondigheid, uh-huh, educatio en eruditio. Uh-huh. Misschien goed, eerste reactie, Jos. Dit zijn natuurlijk al hele belangrijke hermeneutische, laten we zeggen, perspectieven. Gewoon zo kijk je er dus naar. Met name in het basisonderwijs, daar hebben we het nog niet over de differentiatie naar beroepen. Maar dat is echt de basis waar iedere leerling in Nederland. Tegelijkertijd zien we daar veel dingen fout gaan. Ja,
Nou, dat is ook een beetje mijn dubbele gevoel ook hier vandaag aan tafel. Bedoel, wij zijn als het ware intrinsiek betrokken bij deze boodschap. Ja. Maar tegelijkertijd, en dat is ook een van de aanleidingen om toch iets te zeggen, want je moet iets doen, bekruipt mij dan een gevoel van somberheid. Jan Dirk is eigenlijk bozig, misschien bij vlagen woedend. Mm-hmm. Mij bekruipt soms een gevoel van tevergeefsheid. Hè? Mm-hmm. Op weg hier naartoe en ook een paar van deze interviews lezend. En ook het interview van Ewald van Engelen, of Ewald Engelen refererend. Waar hebben wij, tegen wie hebben wij het? Wat is de relevantie van onze analyse die wij zelf heel relevant vinden? Maar waar zijn de oren die daar iets mee moeten doen? Ja. Ik ben heel erg kritisch op de kwaliteit van leraren die ik op mijn bord krijg als ze vers van de Pabo komen. Ja, dat is een geluid dat aan deze tafel heel vaak gehoord hebben. Dat is dus bizar. En ik vind wel dat het verschil tussen bijvoorbeeld Ewald, die de Kladderadatje, die opteert voor een nogal ingrijpende actie. Hebben wij inderdaad, om op jouw vraag in te gaan, hebben wij het geduld, althans het theoretische geduld, om te denken in termen van de volgende generatie? Mm-hmm. Wat is daar aan vorming geboden? Ja. Maar ik herhaal mijzelf als ik zeg, degene die daar gevoelig voor zou moeten zijn, die zelf ook als een reflectief persoon in de wereld, respectievelijk voor de klas zou moeten staan, die ontberen een toerusting die daarin voorziet. Maar, en dat is buitengewoon zorgelijk. Oké, dus, ik begrijp je punt. Maar ik ga naar Jan Dirk. Want dit zijn ook noties die ik bij jou al langer tegenkom. Uh-huh. Dus je zegt, het is een bijna een preliminaire opmerking die jij maakt, hè, ten aanzien van mijn vraag. We hebben het boek geschreven, dit zijn de noties, maar wie gaat er überhaupt op in? Laten we ze dan toch even uitleggen binnen dit bestek. Mm-hmm. Algemene vorming, mondigheid en die eruditie. Waarom is dat voor jullie zo belangrijk en wat versta je eronder? We verstaan er in feite onder laten we zeggen, klassiek al in de pedagogiek eronder wordt verstaan. Mondige mensen zijn mensen die, laten we zeggen, misschien wel het meest ervaren, die ook zichzelf onder kritiek kunnen stellen. Dus zeker ook natuurlijk hun omgeving en dat wat er gedacht wordt en gedaan wordt onder kritiek kunnen stellen. Maar die ook bemachtigd zijn om zichzelf onder kritiek te stellen. Dat vraagt dat je op een bepaalde manier je aan je educatie hebt ontworsteld. Als je het aan de vanzelfsprekendheden. Precies, aan die educatie die je van huis uit alleen maar meekrijgt. Ja, die je van huis uit en die je op straat en in de sportverenigingen als een soort vanzelfsprekende mix van voedsel internaliseert. Daar word je groot mee. En onderwijs heeft een absoluut een emanciperende functie. Dat heeft het al duizenden jaren. Dat heeft het alweer Socrates, om in jouw wereld terug te stappen. Die man deed niet anders dan wat een pedagoog hoort te doen. Waarom zeg je dat eigenlijk? Of waarom vind je wat je nu net zegt? En dat appel op het bewustzijn om ook je eigen gevoelens en ook in ieder geval je eigen gedachten tot onderzoeksobject te maken, die zou iedereen op zijn of haar niveau natuurlijk moeten beheersen of moeten kennen. Ze moeten weten dat dat zo is. En onderwijs is dé weg, en het is zelfs, als je sociologisch gaat kijken, de enige weg die de kans geeft dat dat gaat gebeuren. En daarvoor heb ik een algemene vorming nodig, mm-hmm, die zo breed mogelijk is en voor zover dat. Ja, want misschien ook voor de helderheid. Kijk, wanneer we het hebben over. Je hoort tegenwoordig, allemaal moeten kritisch kunnen denken. Kritisch kunnen denken, hè, moeten kritisch zijn. Terwijl natuurlijk de vraag is, wat stelt je ertoe in staat om kritisch te worden? Wat voor voorstellingen, wat voor begrippen heb je, kun je over beschikken om die kritiek inderdaad te realiseren? En nogmaals, daar is de school voor. Dat is de taak van de school. Die moet uitleiden uit al die vanzelfsprekendheden waar ik zo heftig in geloof als ik als kleuter naar binnen kom dwarrelen. En waar ik niet meer in hoor te geloven wanneer ik als abiturient na het beroepsonderwijs er weer uitstap in de wereld. Dan weet ik beter. En laten we zeggen, dat is in zijn meest simpele vorm de mondigheid dus wil zeggen. En daarvoor heb ik die vorming, die algemene vorming nodig, waarin ik als leerling steeds naar het niveau waarop ik verkeer, als 6-jarige, als 10-jarige, als 15-jarige, als 18-jarige,
naar mijn mogelijkheden die ik dan inmiddels rijker ben geworden, kan gaan nadenken over, ja, waarom zijn die dingen eigenlijk zo, of waarom zeggen de mensen dit zo, of waarom vind ik dit zelf zo? Ja, tegelijkertijd, hè, wanneer we het hebben over, laten we zeggen, urgente problematiek, hè, neem de discussie over het functioneel analfabetisme, dan ga jij eigenlijk één stap terug en dan zeg je, ja, nee, natuurlijk moeten kinderen kunnen lezen. Ik had een gesprek met iemand die ook in het onderwijs, het ministerie werkt, en zei, maar ze kunnen wel andere dingen, maar ja, natuurlijk, dat begrijp ik ook, dat ze wellicht andere dingen kunnen, maar jij zegt van nee, maar in termen van, waarom is dat kunnen lezen zo belangrijk, en waarom is dat analfabetisme zo'n probleem, dan is het eigenlijk dat je zegt van ja, het leren lezen stelt je in staat om bijvoorbeeld kennis te nemen van een andere opvatting. Precies, dus die instrumentele dingen die we allemaal in de groep 3 en vanaf groep 3 dan aan onze kinderen overdragen, die zijn van ongelooflijk bazaal belang. En het is dus te gek voor woorden dat wij tegenwoordig in tientallen percentages denken, hè, wanneer we het over functioneel analfabetisme hebben. Ja, zo, 1 op 7, ja. 1 op 4 inmiddels. Ja, 1 op 4. En, ja. En dat is dus dramatisch, want dat betekent gewoon dat allerlei mensen gewoon een gebrek aan apparaat hebben om na te denken over waar ze eigenlijk over zouden moeten nadenken. En ja, ik weet niet wat ik daar zonder een raad te vallen meer over moet zeggen. Ja, nee, maar dat is heel helder. Maar ook omdat ik denk dat dus die algemene vorming heeft dus als spits, zou je kunnen zeggen, dus, die mondigheid. Maar het vooronderstelt een heel palet aan vaardigheden die je, nou ja, net als in het voetbal, bij wijze, die je gewoon onder de knie moet hebben, om het zo maar te noemen. Precies. Maar ook bij degene die het aanreiken, dit motief. Precies. Dus nagedacht hebben over waarom je überhaupt een baan kiest in het onderwijs. Wat is jouw motief? Wat is jouw basismotivatie? Nou, leuk met kinderen omgaan. Dat is het nogal in het begin. Ja, maar dat is niet het doel. Dan heb je aanvankelijk te maken met een groep ouders die ook nog daar hun invloed willen uitoefenen. En in de eerste helft van zo'n basisonderwijstraject moeten het ook die leuke dingen zijn. Ja. En richting de kleuterschool. Richting de, nou ja, of halverwege groep 3, 4. Ja. Dan begint het echte dan, zeggen ze dan. En dan tegen de tijd dat ze van die school afgaan, moet het de hoogst mogelijke CITO-score zijn. Mm-hmm. Dus als die leerkracht ook niet opgewassen is, pedagogische resistentie vertoont tegen al die verwachtingen. Als bestuurder heb ik net een paar partijen genoemd waar ik mee te maken heb. Maar die leerkracht op zijn of haar beurt net zoveel naar ouders. Die de diversiteit en de pluriformiteit van de samenleving vertegenwoordigen. Maar even terug naar dat thema. Hoe kijk jij dan naar zo'n eis als je moet wel in groep 8... wel in staat zijn om gewoon goed te kunnen lezen? Dat vind ik een dusdanige vanzelfsprekendheid. Nou ja, jij vindt het al, maar dat is helemaal niet meer een vanzelfsprekendheid. Nee, maar dan moet je dus als bestuurder moet je daar enige laat ik zeggen, ononderhandelbare invloed op uitoefenen. Hoe kijk jij dan naar het feit dat kennelijk we nu in een situatie terecht zijn gekomen waarin we van 1 op 7 in 2006 zijn naar beneden gekelderd naar 1 op 4 in 2019. Spelen daar niet, laten we zeggen, culturele ontwikkelingen een belangrijke rol in? Ook, ja, maar digitalisering ook, zeker. Maar, ja, nee, maar dat bedoel ik nog niet eens. Die vervaging van, excuseer, de vervaging van de preciesheid, de onverschilligheid ten opzichte van wat iedereen vindt, want wat iedereen vindt is akkoord. Jouw mening, mijn mening, enzovoort. Jij bent oké, ik ben oké. Die sfeer is niet een sfeer waarin een school nog eisen kan stellen. En dat is iets wat ik zo net ook wilde een beetje reageren op jouw vraag. School betekent dus ook dat ik die kinderen daarheen breng waar het maatschappelijk en cultureel gesproken relevant is om ze naartoe te brengen. Ook al hebben ze daar aanvankelijk geen zin in. De pedagogische tact als de kwaliteit van de onderwijzer, van de docent, die moet ook gevoed worden door het normatieve besef dat je die kinderen inderdaad maatschappijbekwaam maakt. En dus ook cultureel zo op de hoogte brengt dat zij een apparaat of apparaten hebben om kritisch te kunnen gaan denken. Maar nu geef je aan wat zou moeten gebeuren. Zou moeten gebeuren. Maar de vraag is,
constaterende, hoe zijn we hier in beland? Hè? Dat is die culturele ontwikkelingen waar geen rem op zat. Hè? Als je kan al zeggen, van wat jij nu formuleert, dit bewustzijn is dus ergens af. Ik bedoel, waar je mee zo somber bent, althans. maar is dat dit bewustzijn dat je zegt... Soms is een sociologische categorie. Ja. Nee, zeker. Ik zie je ogen nog glanzen, dus dat is het punt niet. Ik vond dat overigens bij lezing soms van jullie boek ook wel een beetje het risico. Want nu we zo in gesprek treden is heel duidelijk. Maar denk van ja, die mondigheid, dat kan ook door een lezer die uit een andere hoek komt nog verkeerd worden verstaan. Snap je? Ook als ze hebben gelezen hoe wij proberen om tussen kennis en geloof te onderscheiden. Zeker. Dat toerusten. Ja, ik snap het wel. Ja, dat toerusten, dat is denk ik een heel, heel belangrijk onderdeel. En dat beklemtoon je nu. Dus we gaan even terug naar jouw sociologische somberheid. Ja. Dus voor jou spreken die dingen voor zich. En jij zegt, ja, maar dat is helemaal niet meer het geval. Daarom zijn we zo'n mooi stel. Ja. Ja, maar dan zijn er afgezien van deze observatie. Bedoel, je kunt het inderdaad maatschappijbreed zien. En dan is de somberheid is eigenlijk heel fundamenteel. Hè? Dan zou je kunnen zeggen van je doet een appel op iets dat niet meer aanwezig is. En dan hebben we het niet meer over een bepaalde beroepsgroep. Maar dan hebben we het over de zielloze, dolende burger die in die sfeer. Soms ga ik zo ver. Maar dat kan ik niet maken, want dan heb ik geen appel meer en dan heb ik ook geen perspectief meer. Als ik mij beperk tot het onderwijsveld en ik kijk naar wat daar van overheidswegen op is afgevuurd. En ik beschrijf daarin een aantal modus. En ik vergelijk leerkrachten soms ook, als het om generaties gaat, met walvissen. Die zich om de zoveel tijd, om onverklaarbare redenen, op een strand storten om collectief te sterven. Ja. Heeft te maken met modus. Mm-hmm. De leerling centraal. De leerstof centraal, de burgerlijke waarden centraal. Heb jij een bepaalde periode de pabo gedaan, dan heb jij opvattingen die je vervolgens gewoon reproduceert. En daar komen ze mee binnen. Hè? Ja. De leerling centraal. En dat vind ik dus zelf ook echt een dooddoener. Hè? Want natuurlijk, het gaat om die leerling. De vraag is alleen, hoe rust je die leerling, hoe laat je zijn potenties op de beste manier tevoorschijn komen. Je moet niet doen alsof de school de martelkamer wordt waarin mensen ervan genieten om mensen te verminken. Dus de leerlingcentraal vind ik een hele vreemde. Natuurlijk staat de leerlingcentraal. Je wil ze opleiden. Ja. De vraag is alleen hoe natuurlijk. Ja. Toch? Ja. Ja. Ja, dat heeft maar dat is denk ik wel wat Jan Dirk natuurlijk schetste. De cultuurfilosoof die ook nogal zijn somberte heeft, Oswald Spengler. Die spreekt over de toenemende vormeloosheid. En ik vind het nog steeds een schok, omdat als je dat ziet opkomen dan nu in de volgende fase van de civilisatie. En je ziet het bijna in die eruditio. Komt het op de universiteit ook tegen van studenten die echt moeite hebben met de beheersing van Nederlands. Dat ligt niet aan hen. En als je het ze bijbrengt en het belang ervan beklemtoont, dan is het echt wel. En dan gaan ze juist, daarmee worden ze mondig. Dat is het. Daarmee worden ze sterk. Je wilt ze confronteren met toch de geslotenheid van hun wereld. Van hun wereldbeeld ook. Ja. En dat is soms confronterend. Ja, en vervolgens bied je ze een perspectief en dan is het pas emanciperend. Ja, dat is wat Atus zegt. Hè? Ja. En dat is wat het begrip pedagogische tact, waar we het toch uitgebreid over hebben, eigenlijk inhoudt. Dat betekent dat je de wereld van dat kind, van de leerling, inderdaad goed kunt inschatten hoe het in elkaar steekt en hoe je daar. Ja, dat is die afstemming, hè? Afstemming en wat jullie noemen ook dat Facebook. Je moet wel, het gaat er niet om dat je alleen maar uitstort. Niet alleen maar zenden, hè? Nee. Dat tact is bij jou heel belangrijk in heel je werk, hè? Maar die tact is dus ook, die kent dat dialogische daarin, dat die juist ook nodig heeft de mogelijkheid die de docent heeft om dan de leerstof die hij aan het kind wil aanreiken zo te bewerken dat kind 6 jaar, 10 jaar, 15 jaar het aan kan. Dus van zijn beroepskwaliteit hangt af of die pedagogische tact
niet alleen maar begeleiden van kinderen is, maar inderdaad ook het kind zo ver brengt dat was hij aanvankelijk totaal niet geïnteresseerd in wat er dan ook moest gaan geleerd gaan worden, die interesse wel gewekt wordt en er dus een leerhouding gaat ontstaan die zich die inderdaad past bij de stof en de moeilijkheidsgraad van de stof en de omvang van de stof die daar op dat moment... Wat je niet weet, mis je niet. En dat kan een levenslang biografisch ongeluk zijn. Absoluut. Ja, maar dit is zo cruciaal. Dit is het vak. Ja, dit geldt eigenlijk op alle niveaus. Hè. Dat geldt zelfs al tijdens het gesprek hier, in zekere zin. Ja. Ik merk dat bij mijn studenten. Ik lees onder andere, dit jaar Aristoteles. Hè. Het ene jaar doe ik Hegel. Dus het wisselen altijd qua... Maar echt een grondtekst. Ja. En lees een tekst van 2500 jaar oud. Ja. Hè. En de kunst, voor mij, is altijd... We lezen hem gewoon regel voor regel. Maar hoe zorg ik nou dat dit relevant voor hen wordt? Weet je? Dat ze gaan zeggen, wow. Dan moet jij iets van je eigen woon tonen. Ja, waardoor ze geïntrigeerd raken. Om te beginnen. Ja, dat is het. Om te beginnen. Ja. Maar ook steeds die koppeling, weet je wel. Van waar zitten zij? Wat voor voorbeelden pak je? Ja. Waardoor het... Oh ja, wacht even. Dit heeft verdorie nog te maken met waar ik zit. Ja. Daar zit dus een stukje van mijn optimisme en mijn perspectief naar de zinvolheid ervan. Als dat eenmaal op gang gezet wordt, dan krijgt het een dynamiek. Een eigen dynamiek, ja. En dan gaat het ook. Maar dat begint natuurlijk, als ik dan toch, dat ik in die tekst geloof. Dat ik hem ook aan de vertalen ben en in meervoudige zin, soms het Grieks erbij halen enzovoort. Maar wanneer we het nou hebben over spellingregels of grammatica, dan is dat natuurlijk misschien een stukje lastiger. Hè? Of tafels. Hoe zie je dat? Want je moet er dan wel in geloven ook als juf of meester dat het van belang is dat ze dat kunnen. Ja, en, dat veronderstelt dus dat je de aard van de activiteit, dat je die doorgrondt. Ja. En dat je dus op onderdelen tijd besteedt op een effectieve manier, passend bij de aard van de inspanning, waardoor het ook effectiever wordt en waardoor het leuk kan worden, waardoor je tijd overhoudt voor die andere zaken ook. Maar dat hoort bij de toerusting van de leerkracht. Maar dat begint dan eigenlijk bijvoorbeeld al, dat je echt ook houdt van die taal bijvoorbeeld, dat je het leuk vindt, mooie gedichtjes. Er zijn drie dingen belangrijk in onderwijs, dus taal, taal, taal. Je weet ook... Ja, maar je kunt het iets concreter, want dit is altijd waar, wat je zegt. Okay. Dat alles. Ja, taal, ja. Maar okay. je moet ook de... Ja, mij dwarrelt een woord als schoonheid, komt mij binnen. Ja. De schoonheid van het rekenen, zelfs de schoonheid van de grammatica, het doorgaan krijgen hoe de regels inderdaad hun effect sorteren in het gebruik van de taal. Dat geeft een aha, dat kan een aha-erlevenis bij kinderen geven. Daar moet je als leerkracht in geloven dat dus zo is. Ondanks hoorde ik even een casusje ertussen door van een uitgever met wie ik contact had, van wie ik weet dat hij een jaar of twee lang iemand in huurdienst had, die werd ook grondig betaald, om een nieuwe wereldoriëntatie voor het basisonderwijs te gaan maken. Daar heeft hij dus behoorlijk veel geld... Je verwijst ook aan het boek, ja. In ieder geval, want dat was voor mij onthutsend. Die man is daarmee opgehouden, ik heb hem gebeld. Ik zei, waarom ben je ermee opgehouden? Hij zegt, de kinderen willen alleen maar plaatjes. En het onderwijs vraagt dus alleen maar plaatjes. Dus als ik mijn geschiedenis en aardrijkskundemethode wil gaan maken, dan moet ik een soort strip gaan maken. En ik kan dus mijn... Ja. Maar waar komt dat vandaan? Wat maakt... Maar dat is, dit is natuurlijk cruciaal. Ik vind die term schoonheid die je inbrengt, vind ik echt heel mooi. We zijn hier pleonastisch. Nee, maar omdat dat denk ik een vergeten kwaliteit is. Het is de schoonheid van de stof, van de vorm. Ja, absoluut. En dat is toch ook de leraar die je herkent, die enthousiast wordt over... Die enthousiast is geworden omdat hij vertelt over de vaderlandse geschiedenis... of over Napoleon of over de Tweede Wereldoorlog. Uh-huh. Dus die schoonheid van zo'n verhaal. Hè, dus het tot de verbeelding kunnen spreken. Ik bedoel, de esthetische dimensie van het leraarschap is ongelooflijk belangrijk, denk ik.
Ja. Ik heb laatst met een collega, een echte historica, een artikel geschreven over Brugsma. Dat was de eerste kweekseldirecteur in Groningen. Dat was een rijkskweeksel in Haarlem. En dit was nog een van de maatschappij tot nut van het algemeen. En als je die man, ik heb dus altijd dingen gelezen, de boekjes die hij toen schreef, rekenmethodes en de pedagogiekboeken. En het plezier waarmee hij bijvoorbeeld zoiets duidelijk maakt, is hoe je getal inzicht bijbrengt bij kinderen van 6, 7, 8 jaar. Jullie zijn nou, jullie worden nu heel romantisch, hè? Ja, nee, ook, ja. Met z'n tweeën, hè? Jullie kennen... Stop. Jullie kennen de term hyperrealiteit van Baudrillard, hè? Ja. Zoals jullie nu spreken, moet wel de indruk wekken bij de achterban die nu de aanstaande generatie onderwijsgevers is. Van, waar zijn ze? Ja, daar hebben ze het. Hallo. Ja. Terwijl het toch zo is, dat als ik me terugdenk, ook aan mijn eigen middelbare schooltijd. Die momenten die je inspireren zijn toch, dat is wel die leraar die iets uitlegt. En er zit ook natuurlijk heel veel droogs bij. Absoluut. Maar we hebben het hier ook even over de ideaalsituatie. Ja. Wat waren bij jou dan de goede leraren op school? Niet in je als bestuurder. Die waren echt. Oh, maar als bestuurder heb ik de ervaring dat als je eenmaal een proces van laat maar zeggen, wederkerige reflectie en toerusting start, dan komen er thematieken waar niet iedereen altijd al vertrouwd mee was. Maar dat proces als zodanig is zeer motiverend. Kijk, dan word ik enthousiast. Want dat heb ik altijd ervaren als zinvol. En als mogelijk, ik moet de volgende omdraaien, als mogelijk en als zinvol. Ja, maar dan herken je toch ook wat Jan Dirk zegt, over dat iets zoiets als schoonheid, zelfs bij een getal, dat als je daarmee kan spelen en daar als leraar enthousiast van wordt. Ja, maar schoonheid vind ik een soort, dat lijkt een soort contour waar je wel of niet aan raakt of tegenkomt. Terwijl, Okay. Dat bedoel natuurlijk, je niet. Nee, natuurlijk bedoel ik dat niet, dat weet je zelf ook wel, maar dat woord kan zo overkomen. Ja. Ja, dat woord kan zo over. En dat is de lastigheid. We hebben te maken met mensen die luisteren. Ja. En die bij het woord schoonheid kunnen... Je kunt je iets voorstellen over het worderingsproces. Kun je je mond even houden? Ja, ik zal mijn mond houden. Ja. Nou, het is wel een gezellige tafel in ieder geval. Hè? Nou, in ieder geval... wat is het publiek dat naar je luistert en dat je leest? Dat is een groot probleem wat we met dat boek ook hebben. En als het publiek inderdaad zijn irritaties al heeft bij het ontvangst van het woord schoonheid... en dat kan ik me heel goed voorstellen... ja, dan worden onze verhalen, zoals jij het noemt, romantisch en wereldvreemd. Ik mag hopen dat het publiek nu, ons gehoord hebbend, begrijpt... dat het niet zo'n etherisch begrip is. Ja. Maar dat het echt, jij sluit nu aan bij de beginsituatie. Dat het gewoon lust. Nee, hou je mond. Dat het gewoon lust geeft. Dat het lust geeft om ineens door te hebben van verrek. Zo zit een getal in elkaar. Dat kan ik. Kan een uitkomst zijn. Ja, precies. Het is niet voor niets dat bij Plato dit speelt ook al speelt zelfs rond de wiskunde. Hè? Of niet zelfs. Juist bij de wiskunde. Juist, De idealiteit. Maar ook bij de zaakvakken. Nee, tuurlijk. Tuurlijk. Nee, maar ik vertel wel over die geschiedenis en die aardrijkskunde. Of muziekles. Het is volgens mij een hele belangrijke ingrediënt. Het is wel liefde van het, als inderdaad iets van toch een bepaalde schoonheid. Ja. In de meest ruime zin van het woord. Dan gooi ik een verwondering nog even bij. Laten we even terug. Je zei de somberte. Je hebt ook, jullie hebben gewezen op een aantal, ingrepen van de overheid de afgelopen decennia. Negental noemen jullie erop. Beginnend bij de Mammoetwet. Waarin in feite een ontwikkeling start die leidt tot die verwezen school. Ik denk dat we langzaam wel op een punt zitten dat, je kan altijd nog slechter natuurlijk, maar de bereidheid om toch te gaan nadenken van wat hebben we misschien verkeerd gedaan, bij menig bestuurder ook in de politiek toch wel toeneemt. Je ziet ook dat er een aantal initiatieven zijn gestart, ook in het basisonderwijs. We gaan weer gewoon lesgeven, het idee van belang van directe instructie. Je ziet toch ook wel iets op gang komen. Nee, dat ben ik niet met je eens. Nee, want dat vind ik ad hoc. En, dat is niet ad hoc in de zin van dat het zo uit de klauwen giert dat er weer reactief wordt ingegrepen. Als ik denk aan de term bijwerkingen van Sloterdijk, dan zijn deze beleidsmakers, die zijn authentiek en oprecht bezorgd.
grijpen vervolgens in op de manier zoals wij dat beschrijven. En de effecten, ja, die zijn averechts. Nee, maar, even voor de duidelijkheid. Ik zie dus ook in het onderwijsveld zelf, op scholen, soms ook tegen de bierkaai, dat leraren dat wel degelijk ook aan het doen zijn. Ja, maar dat heeft te maken... Zijn die termen van ze juist niet zo gek. Dat heeft dus te maken met hun betrokkenheid bij dat lerende kind. Daar zit natuurlijk wel een hele authentieke, liefdevolle kern. En als je daar op richt, dan ben je al betrekkelijk geconcentreerd. Maar dat veronderstelt onverkort dat je die toerusting nodig hebt om dat in een perspectief te plaatsen. Laat ik zeggen, die concentratie op die leerling en op die relatie, want pedagogiek wordt dan met relatie geassocieerd, ja, dat is al zodanig niet voldoende. Dat komt wel enthousiast over. En zo wordt altijd eerst ook over leerkrachten gesproken, maar vervolgens wordt er beleid uitgestrooid waarbij die leerkracht de verbinding kwijtraakt. Ik merk dat, zoals gezegd, dat bijvoorbeeld die zaakkennis in combinatie met pedagogisch tact, ook een bepaalde didactiek, dat bijvoorbeeld in het basisonderwijs toch nu ook langzaam weerklank vindt. Dat er wel degelijk ook mensen zijn die een andere kant op gaan. Ja, maar die zijn er altijd geweest. Ja, maar dat iets is wat toch toeneemt. Om in zijn somberheid een beetje te treden, er is een empirisch probleem dat er niet om ligt. Ja. Namelijk, zijn de docenten toegerust om die nieuwe trend die jij signaleert, die inderdaad ook werkelijk in praktijk te brengen. En daar zitten we dus met een echt levensgroot probleem. Als de opleidingen voortdurend tekortschieten in de breedheid van hun opleidingen. Ja, dus dan heb je het echt over de kwaliteit van de pabo's. Heb ik met name over de kwaliteit van de pabo's. Nou ja, Anna Bosman, misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar meer academische pabo. Ja. Dat zijn druppels op een gloeiende plaat. Hoe kan het als ik als aanstaande docent niet anders heb geleerd dan de leerpsychologieën die in overeenstemming zijn met het nieuwe leren, laat ik het dan maar zeggen. Ja, ja. Als ik alleen maar dat ken, ik ben niet eens op de hoogte gesteld van concurrerende theorieën, laat staan dat ik heb leren nadenken over wat misschien de voordelen of de nadelen van anderen zouden kunnen zijn. Ik zag onlangs een advertentie voor een vacature, volgens mij was het op een pabo, voor een docent lichamelijke oefening en schrijfonderwijs. Vond ik een mooie combinatie. Het is alle twee bewegen. En die moet dan gaan onderwijzen. Ja. Aan de toekomstige leraar die schrijfonderwijs moet gaan verzorgen. Ja. En dan zijn we toch wel heel ver. Daar hadden we vroeger op de kweekschool inderdaad een aparte docent voor schrijfonderwijs. Ja, maar het is natuurlijk toch heel belangrijk. Ja, zeker. Die man kon het ook heel mooi. Hoe je dat kinderen bijbrengt. Ik heb dat pabo gehad, hè? Ja. Schrijfonderwijs. Ja, ja, ja. Met een filter, of een pennetje, weet je wel. Ja, zelfs jij nog maar. Zie je nog? Nou ja. Ja. We zitten met z'n drieën op dat balkon van de Muppet Show. Schrijven en... Ja. Maar goed, dus je zegt van, deze vraag beantwoorden, of is tegelijkertijd ook, richting, denk ik, als we iets willen verbeteren, dan moeten we met de pabo's beginnen. Ja. Ja. En wat dat betreft is dus ontzettend begrijpelijk dat Engelen hierin, dat is de meest sombere medewerker aan het boek, die zegt gewoon, het onderwijs is niets anders dan een instrument in de handen van de elite. En er kan maar één ding gebeuren, je moet niet meer iets van het onderwijs zelf verwachten, waar wij dus wel vinden, want anders hadden we het boek niet geschreven. En daar stokten dus ook onze gesprekken. Intellectuelen en onderwijs speelt allemaal onder één hoedje en dat betekent de vergroting van de kloof in de samenleving. Ja. En de enige oplossing is, Jos die refereerde er zo straks aan, de kladderadatsch, zoals hij dat noemt, echt een marxistisch idee, de revolutie eroverheen. En dan maar zien wat er komt. Want daar had hij verder geen opmerking over hoe je dan onderwijs zou moeten doen. Nee, want dan zul je ook een idee moeten hebben, hè? Anders wordt het... wordt het ook een ravage. Ja. Ken jij het boek De Burger Voorbij van Strasser misschien? Kwartitel, ja. Die heeft het prachtig. Maar goed, we hoeven Engelen niet te volgen. Ik bedoel, zoals je weet, mijn analyse, bij mij is de rot van bij de universiteiten begonnen. Hè. Ik denk dat de universiteit enorm, dus daarmee ook de elite eigenlijk de verantwoordelijkheid laat liggen. En dat het proces van verengelsing eigenlijk dat alleen nog maar erger maakt. Mm-hmm. Omdat die ook die hele... als je het hebt over pedagogische
dimensie van het onderwijs, waarin je aan gaat sluiten enzovoort, maar ook waarin je eigenlijk je lesmateriaal, je didactiek, alles eigenlijk verbindt met een zekere vakkwaliteit. Ja. Dat die ondermijnd wordt. En eigenlijk steeds meer. Hè. Dat is in jouw de eindfase van jouw academische carrière was dat natuurlijk al volop gaande. Ja. Dus ik hoop nog steeds dat de universiteit op een gegeven moment de verantwoordelijkheid neemt, om het zo maar te noemen. Maar ik zie dat ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Wij zitten natuurlijk in Nederland al in een bijzondere situatie dat wij eigenlijk onze eigen leraren niet meer echt academisch opleiden. Hè? Ja, klopt. Dat is. Dus, want als jullie aan de PABO's refereren, dan hebben we natuurlijk ook te maken met eigenlijk HBO's. Ja. Maar goed, laat me niet in helemaal. Ik zeggen, in nou, doe je het zelf, hè? Nou doe ik het zelf. Ja, het werkt aanstekelijk, die stemming bij jullie. Ja. Nee, maar ik herken hem ook wel. Maar goed, laten we toch. Dus die PABO's. Wat zou er nog meer nodig zijn, Jos? Dat de, het nadenken over waar het naartoe moet met onderwijs, dat niet eenzijdig bij bepaalde partijen ligt. Het simpele feit dat je vanuit de PABO het monopolie hebt om een leerkracht geschikt te verklaren, ja, dat is een hele rare figuur. Als je een optimistisch perspectief kiest, waarbij het aspect van toerusting, en om dat woord toch ook te gebruiken, van competenties en vaardigheden, waarin je dat samenhangend beschrijft, dan kan het niet zo zijn dat de enige invloed en zeggenschap daarover bij één partij ligt. Nee. Dan moet je partijen gaan koppelen. Ja, Ik heb het altijd heel raar gevonden. Dat hebben wij Bonn ook altijd gezegd. Ja. Je kunt, die sectoren moeten sowieso relationeel zijn. Ja. Het is onzinnig om het alleen over het basisonderwijs te hebben, zonder daar het vervolgonderwijs en uiteindelijk ook weer de opleidingen en de universiteit bij te betreffen. Ja. De verantwoordelijkheid eigenlijk veel breder te situeren. En dat is ook het gevaar, denk ik. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, maar de leraar aan zet. Ja, welke leraar, weet je? Je zult een normatief idee moeten hebben met elkaar. Ja. 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 Maar zou dat kunnen? Ik bedoel, dus dat je zegt van bijvoorbeeld Nederlands of een zaakvak wiskunde. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een enorme strijd gaande geweest met dat hele realistisch rekenen enzovoort. Ik bedoel, is die fragmentatie die we dan zien, is die ook niet cultureel heel. Is niet een afspiegeling van wat er cultureel gaande is? Om maar eens naar het begin van jullie. Dat is het actuele stand van zaken. Ik ben enigszins op de hoogte van wat er bijvoorbeeld op het niveau van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling plaatsvindt. Mm-hmm. Daar zijn die scholen, realistisch versus die andere variant, dat zijn parallelle werelden van professionals, van deskundigen. Ja, ja, nou, precies. Dus als op die kleine schaal deze polarisatie al het geval is, nog even verder redenerend, dan staan we er betrekkelijk beroerd voor. Er staat tegenover dat ik me altijd afvraag, waarom beginnen we gewoon niet? Jij zit hier aan tafel, je hebt een hele reeks interviews. Ja. We kunnen het niet van Slob verwachten dat hij zo'n club bij elkaar fietst. Die geeft gewoon geld om achterstanden weg te werken. Waarom gaan die mensen niet een keer in een soort van denktank bij elkaar zitten? En waarom beginnen we niet gewoon en scheiden we een advies af? Why not? Ja, nee, zeker. Alleen de vraag is dan wie gaat lezen. En wie gaat het oppakken? Hoe krijg je een breuk in dat systeem van, overheidshandelen, waarin die commissies waar jij het dan over hebt, voortdurend volgens bepaalde modellen geïnstitutionaliseerd worden? Hoe krijg je daar een breekijzer tussen? Ik bedoel, dat is dus het praktische probleem waar de Bonn mee zit. Ja. Waarin ook de nieuwsgaring natuurlijk een rol speelt. Hè? Want vanuit de journalistiek. En wie wil dan luisteren naar een kritisch boek? Als de happy few toch denkt van laten we maar doorgaan. Wie zitten er nu in de commissie 2032, laten we het er niet over hebben. Mm-hmm. Ja. Ingesteld door, maakt niet uit. En toch denk ik dat er op enig moment een vruchtbare bodem moet zijn voor een gezagvol geluid. En de becommentariering van dat geluid moet de onafhankelijke, echt letterlijk onafhankelijke waarnemers, lees journalistiek, moet dat vertekst worden.
En dat gebeurt niet, want het zijn allemaal opeenvolgende, gefaseerde gebeurtenissen die kort worden becommentarieerd of geanalyseerd. En vervolgens op naar de volgende, naar het volgende gebeurtenis. Het zijn gebeurtenissen. Het is geen discours, Mag je zeggen bijvoorbeeld, ik ben al langer op tour om een verdediging te houden voor de cultuurpedagogische discussie. Hoe kom je nu tot leerplan of tot het leerplan? Hè? Wat is het leerplan van de basisschool en bepaalde alle vormen van voortgezet onderwijs, et cetera? Als je daar steeds rekening houdt met de deskundigheden die de pedagogiek nodig heeft om te kunnen bepalen wat de inhoud van het leerplan is, dan vind je in het model van de cultuurpedagogische discussie, zoals wij die hebben ontwikkeld, een aanzet, een voorzet. Zet er deskundigen in die maatschappelijk relevant zijn van want te weten. Zet er deskundigen in die voldoende weten van wat kennis en geloven inhoudt, dus filosofen. Zet er deskundigen in die voldoende weten van leerpsychologie en ontwikkelingspsychologie. En zet er deskundigen in die precies weten wat pedagogische takten inhoudt, die dat uit eigen ervaring weten. Dat zijn vier argumentatielagen, zou je kunnen zeggen. Probeer daarmee de discussie te vormen, maar wat gebeurt er steeds in onze samenleving? Op politieke gronden worden commissies samengesteld en ontstaan er dus van die denktankjes waarin dit soort dingen überhaupt geen rol spelen. En dus komen we er niet uit. Ja, ik wil niet zeggen dat mijn voorstel het voorstel is, maar... Nee, maar er zit denk ik wel al... dus als je zegt van we komen er niet uit, op het hele elementaire begin. Dus waar wil je eigenlijk naartoe? Daarover is er eigenlijk al... onduidelijkheid. Ja. Het gaat om het ontwikkelen van de talenten van het kind. Talenten van. Wat bedoel je met talent? Wat is dat überhaupt? Precies. In relatie tot wat? Dat talent voor precies. Wat? Dan moet ik de samenleving in het geding gaan brengen. En dan kun je zeggen, ga je dan al uit van ongelijkheid? Want ja, de een heeft meer talent dan de ander. Hè? Dus gewoon het elementaire niveau we willen, laten we zeggen, op 16 of 18-jarige leeftijd gewoon mensen neerzetten die in een dit en dit en dit en dit, tenminste dat, onder de knie hebben. Dat is al afwezig. En vervolgens ook, denk ik, hele elementaire pedagogische en didactische aspecten van hoe leer ik nou goed bijvoorbeeld rekenen? Ja. Of hoe leer ik schrijven? Wat Aristoteles zegt, ik leer rekenen door te rekenen. Door te oefenen. Weet je? Dus zoiets als oefening. Oefenen. Ja. Oefenen. Op dat niveau is er al gewoon een enorme verwarring. Ja. Maar zou er niet ergens een apolitieke, latente consensus zijn over dit soort van hele primaire uitgangspunten? En dat die als het ware... Ja, maar als jij het nou over die pabo's hebt... Ja. Oefenen op de pabo... Nou, daar zie je zelfs dat ze met competentie... is het vaak voorbij komen. Oh. Niet inslijten. Ja. Zelfs op dat niveau zit je al in de verwarring. Nee, maar ik was hier net somber. En nu zijn jullie we draaien de rol om. Nu gaan jullie in de overtreffende trap van fatalisme zitten. Ja, oké. Okay, nee, toch? Goed. Nee. Maar het zou goed zijn. Ik denk dus dat je bijna terug moet naar die elementaire kern. Dat is in de discussie. Ja. Ja. En zolang je dat niet doet... al die mooie dingen die je in een boek aankaarten, inderdaad geen weerklank kunnen vinden, zolang je die... Zou de weg van de bijscholing een tussenstap kunnen zijn? Nou, ik denk het wel. En dan moet daar met verfrissende kijk moet daar op gaan bestaan. En dat je die bijscholingen inderdaad in de klassiek pedagogische zin gaat redresseren. Ja, en ik denk ook dat voor een deel ook wel gebeurt. Ja. Dat was weer mijn positieve verhaal. Je ziet ook vanuit bonden, ook vanuit mensen die in de bijscholingstrajecten actief zijn. Ja. Dat bijvoorbeeld directe instructie, oefening, maar ook dat idee van takt, dat best wel weerklank vindt. Maar het is misschien veel te klein nog. Uh-huh. Maar ik heb wel het gevoel dat we zitten nu maatschappelijk toch al op een... Op een heel... Op een keerpunt. Ja, ook op een heel laag punt. Ja. Dus, wil je nog een uitsmijter? Want we moeten gaan afronden. Ja. Jan Dirk. Nou nee, ik wou alleen maar zeggen dat als Engelen toevallig dit gesprek zou horen, dan staat hij daarbij te grinniken. Ik laat Ewald ook nog een keer uitnodigen, want... Doe dat.
Dan gaan we dat nog een keer overdoen. Nee, want ik vind het zo ruiterlijk van Ewald dat hij ook in dit boek en ook in het gesprek live aangeeft dat hij ook maar wat doet. Dat hij ook een publiek mist, omdat hij in eigen kring geluid verplaatst, lucht verplaatst. Ja. Ja. Dus dat is toch nog wel iets somberder, dacht ik. Nog iets somberder. Ja. Nou, mannen, houd moed. Absoluut. Dit wordt uitsmijter. Hij maakt hem zelf. Ja. Nee, het gaat om dat als de boodschap krachtig is, dan wordt hij ook ergens wel gehoord natuurlijk. Ja, dus het boek zou gelezen moeten worden. Zo is het. Nou, De Verwezen School. Ik dank jullie wel voor dit toch bijzondere gesprek. Bijzonder, dankjewel. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.